Sidon wachi fa yu obia be roko. Lafu, yu agama yeye. Sonder of dege dege yu trowe somen different in a tap waipi. So sofu yu eiji boom. No screchi tori e miti yu. Yu buka ifa don opo so wa. Inobe for wakti taksano opo sa. Abiji faro fu yu fenen kaba. No di we agree. Baka so many yari broko na makti de pratunu. Vitro wang wo roko mek presiri lafu yu makandra. Het gaat om het wapenschild van Suriname. Het is een vervanging van een ander wapenschild. En het andere wapenschild was afgeleid van onze koloniale verleden. Nu kunnen wij onze koloniale verleden niet wegwerken. Dat is ook niet de bedoeling. Maar de bedoeling is dat wij tenminste respect opbrengen voor onze eigen dingen. Dat is de reden waarom wij het wapenschild van toen vervangen met een Surinaams wapenschild. En als u weet dat het eerste wapenschild van Suriname is ingesteld in 1959 bij landsverordening, dan ziet u hoe lang het heeft geduurd voordat wij wederom na de onafhankelijkheid komen met onze eigen wapenschild. Sedert 1684 is dit wapenschild op dat paleis geplaatst en is het wapenschild geweest van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname. Onder de hoede van dit sociëteit is er naar schatting minimaal 125 miljard euro uit Suriname gehaald. Onder het regime van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname zijn er verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid in Suriname gepleegd. Maar ook onder het regime van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname hebben we het vraagstuk van de mentale slavernij geïntroduceerd gekregen. In feite zou je kunnen zeggen dat de situatie waarin grote delen van de Surinaamse bevolking nu verkeren rechtstreeks komen uit die periode van de geoctrooieerde sociëteit van Suriname. Het is daarom een geweldige stap. Het is een gedurfde stap. Maar het is ook een stap die wijst in de richting. Dus dat wij ons moeten ontdoen van dat koloniale verleden. Ontdoen in de zin dat dat koloniale verleden naar de musea moet gaan. En in de musea moet je gaan beschrijven wat het allemaal verkeerd heeft gedaan in ons Suriname. In feite is het zo dat wij kunnen zeggen dat met de onthulling van dit gedenkteken dat de weg wordt gebaand voor een nieuwe toekomst. Wanneer we hier staan voor een verandering van de gevel van het paleis, moet ik iets zeggen over de mensen die zeggen dat ze het erfgoed, het koloniale erfgoed beschermen, moeten bewaken. Onze taak is symbolen creëren. Wij maken de monumenten. Wij zetten de standbeelden. En zij moeten later dat zien in de geschiedenis als erfgoed. En zij moeten dat dan gaan koesteren. Maar ze moeten ons niet komen zeggen dat we niet mogen. Hun taak is erfgoed bewaren, beschermen. Wij zijn de mensen die creatief zijn, monumenten maken en dit soort acties plegen.